Hoi, ik ben Desiree van Witte Wolf en vandaag wil ik doornemen met jullie hoe de maand juni gaat zijn van 2024 alweer. En dat wil ik doen aan de hand van kies een kaart. Dus doe dat vooral. Dit is 1, 2, 3. Je kunt er één of meerdere kiezen. 1 is gebruikelijk. Dat kun je doen op gevoel of omdat er één op ligt. En in de beschrijving onderaan de video kun je ook zien wanneer jouw kaart begint. Kun je op klikken en dan kun je er meteen naartoe. Dus ja, laten we beginnen met boodschap nummer 1 voor de mensen die kaart nummer 1 hebben gekozen. Oké, dit is de kaart. En er staat dus: er vindt een gelukkige verandering naar een nieuw huis of nieuwe werkplek plaats. En deze verhuizing is een voorbode van positieve nieuwe energie. Het kan dus zijn dat dat heel letterlijk is. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld aan het solliciteren bent en dat dit net even het setje is dat je nodig had om te weten dat je goed bezig bent, sowieso. Of het nou inderdaad heel snel gebeurt of toch ietsje langer op zich laat wachten. Verhuizing kan ook aan de orde zijn. Eigenlijk zegt deze kaart vooral, wat je plannen ook zijn omtrent verhuizen of van baan veranderen, het zijn goede plannen. Het betekent ook dat ze gaan slagen. Hopelijk in de maand juni en waarschijnlijk ook wel. Of in ieder geval dat je hele prachtige eerste stappen hebt gezet. Je eerste sollicitaties of je eerste bod of zo op een nieuw huis. Al met al een hele fijne positieve kaart, maar het vraagt je dus ook, blijf niet bij het oude, want daar ligt je geluk niet. Gaan we naar kaart nummer 2. Dat is deze. En daar staat: het is een goede tijd om nieuwe ideeën en situaties in je leven te creëren. Ik waak over je, begeleid je en bescherm je tijdens deze veranderingen. We hebben het hier over een engel of meerdere engelen. Maar je kunt ook denken aan geliefde overledenen. Vooral als je je de laatste tijd afvroeg of ze nog wel bij je zijn. Het antwoord is dus ja, ze zijn bij je. En in deze maand zul je ook merken dat er iets bij je is. Dus dat je meer ingeving krijgt of specifiekere dromen krijgt of het gewoon het gevoel hebt dat je het even niet alleen hoeft te doen. Soms kunnen engelen namelijk ook zorgen dat ze iemand anders op je pad sturen, zodat die je een beetje gaat begeleiden. Maar dan is het eigenlijk de opdracht van die engel. Dus dat is heel erg mooi. En de kaart vraagt je dus om nieuwe dingen te gaan doen. Nieuwe, ja, letterlijk situaties te gaan creëren. En wat betekent dat dan? Dat betekent dat je bijvoorbeeld al een hele tijd voelt dat je van hobby wil veranderen. Doe dat dan ook. Of dat je al een hele tijd, ja, merkt dat je gewoon minder vaak naar die bepaalde familieleden of zo toe wil. Omdat het je niet zoveel brengt. Of omdat het minder gewoon beter voelt. Het vraagt je dus heel erg van, wat heb je de laatste tijd gevoeld? Wat is nu echt gewoon belangrijk dat je na deze maand nog door gaat voeren? Dus graaf in je geheugen en voer dat dan uit. Gaan we naar kaart nummer 3. Dat is deze. En daar staat: het is heel goed voor je om krachtig te zijn. Je weet hoe je je innerlijke kracht op een liefdevolle manier kunt inzetten. Zodat deze zowel jezelf als andere mensen ten goede komt. Eigenlijk vraagt deze kaartje om je heel erg te gaan verdiepen in teruggaan naar je intuïtie. Samenwerken met je intuïtie. Betekent dat je de laatste tijd waarschijnlijk veel vragen hebt gesteld aan andere mensen. Of je hebt laten leiden en dat is prima en dat is ook heel belangrijk. Maar deze maand is het tijd om jezelf te laten leiden. Dus het begint allemaal met wat vind je leuk? En daar ligt dan ook het antwoord op je probleem. Dat houdt in dat als je bijvoorbeeld rugpijn hebt en je bent gewoon heel erg aan het onderzoeken waarom, waar moet ik heen, naar wie moet ik toe? Dat is dan waarschijnlijk niet het antwoord. Wat je wel kunt doen is dus doen wat je leuk vindt. En het zal je verbazen hoe daar opeens het antwoord naar voren komt. Of misschien niet eens een antwoord, maar gewoon hup, meteen verlichting van je rugpijn. Dus in plaats van dat je naar de fysio gaat, zul je merken dat als je dat niet doet en je gaat doen waar je zin in hebt, zoals een fictieboek lezen, dat daar opeens iets in staat, hetgene dat je zoekt. Het kan bijvoorbeeld heel diepgaand zijn, dat je bijvoorbeeld iets leest over een vorig leven en eigenlijk niet eens een vorig leven, maar wel een soort vorig leven, hoe jij hem had. En dat dat de key was voor je rugpijn. Dat is dus heel gaaf, maar ik zeg nu steeds de rugpijn en pijn. Maar het kan ook over hele andere dingen gaan, vraagstukken die je niet hebt begrepen.
En op die manier met je intuïtie omgaan, zal dus zorgen voor verlichting. En zo kun je ook andere mensen helpen die tegen problemen aanlopen. Dat zegt deze kaart. Ja. Dus, dat was het voor deze maandreading alweer. Ik hoop dat je abonneer vooral om niks te missen. Tot de volgende keer.